mensen, mijn naam is Dylan, oftewel Rotjoch, en welkom terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. En dit is lang geleden, lang geleden. Maar zoals jullie zien, natuurlijk, ik zou mezelf niet zijn als ik geen Pokémon-serie speel op mijn kanaal. En voor degenen die mijn video's van vroeger gekeken hebben, natuurlijk is het weer Pokémon Fire Red. Om weer even lekker in de sfeer te komen van het oeroude spelletje spelen en lekker weer Pokémon'en. Het is lang geleden die ik gedaan heb, maar we gaan het wel weer doen, want Pokémon Fire Red blijft nog een van mijn favoriete games. Hallo professor Oak, glad to meet you. En zoals jullie weten drink ik er altijd koffie of thee bij, in ieder geval koffie. Welkom to the world of Pokémon, mijn naam is Oak. Ja, dat weet ik niet, jonge man. Ik heb jou al een miljoen keer gesproken. Maar lieve mensen, leuk dat je weer kijken. Laat even een berichtje achter, een comment hè. Van joh, leuk dat je weer speelt ofzo. Of wat je ervan vindt dat ik überhaupt weer Pokémon ga spelen. Dus we gaan het alweer meemaken. En ik heb gewoon hartstikke zin om gewoon een Pokémon serie te beginnen op mijn kanaal. We gaan kijken of ik dus eigenlijk deze game kan afmaken, Pokémon Fire Red. En dan doorgaan naar een andere game, in Pokémon. En gewoon Pokémon gaan spelen, want dat was eigenlijk iets wat ik al een tijdje geleden wilde beginnen. Voordat ik weer zou gaan beginnen aan Kingdom. Om mijn kanaal te gebruiken voor bijvoorbeeld toch wel Pokémon games. En ja, daar gewoon mee aan de slag te gaan, want ik heb het lang niet gedaan eigenlijk. En ik vond het eigenlijk altijd leuk om een Pokémon YouTuber te worden. Dat was vroeger wat ik eigenlijk eerst wilde doen. Hoe gaan we deze jongen noemen? Gewoon Gary. We noemen hem gewoon Gary. Yes man. We hadden een Gary ook vechten. Gary motherfucking ook. Ja, geetje red, maar we gaan gewoon wat dan aan de slag. The World of Dreams Adventure Pokémon, let's go. Alright, dan gaan we aan de slag. Cool. Nee, maar het lijkt me leuk om inderdaad weer Pokémon te gaan spelen voor jullie. Met jullie. En dat jullie weer de verdere serie gaan volgen. En kijken hoeveel video's ik ga maken en hoe lang het gaat duren voordat ik deze heb uitgespeeld. En dan kijken of ik dan bijvoorbeeld na deze verder ga op een dus Pokémon Fire Red. Dan bijvoorbeeld de Pokémon Silver. En dan opgaan naar meerdere generations, verdere generations. Om te kijken wat ik eigenlijk allemaal uit kan halen. Hoeveel Pokémon games ik kan spelen. Want Pokémon blijft toch wel een van mijn favoriete dingen of all time. Maar goed, leuk. We gaan weer lekker een keertje video's maken. Ook, hey, don't go out. Oh man, dit is lang geleden. Pokémon Live in the Tall Grass. Ja, ik heb het spel ooit een keertje geprobeerd te speedrunnen. En dan heb ik volgens mij uitgespeeld in 3,5 uur, volgens mij, heb ik toen gedaan. Dat was een andere kanaal die ik toen de tijd had. En dat kanaal doe ik ook helemaal niks meer mee, hoor. Volgens mij heb ik de laatste keer een video gemaakt over Dungeons & Dragons. Maar voor de rest ook niet. Grams, I'm fed up with waiting. Oh, jongens. Let me think, that's right. Nou, we gaan eens kijken. Welke Pokémon moet ik kiezen? Oeh, wat een kut. Ik heb niet eens over nagedacht. Waar gesproken als ik zo'n serie begin. Maar welke Pokémon ga ik kiezen? Waar ga ik mee beginnen? Ja, is dat fair about me? Dat is prima. Even kijken, hoor. Wou ook even de tekstsnelheid omhoog doen, hè? Hoppakee. Oh, shit. Welke Pokémon ga ik beginnen? Oh, het is wel Fire Red. Het is misschien Charmander. Nou, alles sowieso een Bulbasaur. Bulbasaur is echt een no-go. Squirtle is altijd wel handig. Want Squirtle kan je... Ik ga een keer andere voor Pokémon kiezen, oké? Normaal gesproken doe ik altijd zeg maar Squirtle. Dat is handig. Jongens, wat ga ik kiezen? Ik ben echt aan het twijfelen. Gewoon een keer een andere Pokémon die ik normaal doe. Normaal heb ik Squirtle of Charmander. En Charmander heb ik echt al lang niet gedaan met Charizard. Wat voor Fire Pokémon zijn er meer? Ik ga gewoon een keer een ander team maken dan normaal, ja? We gaan het gewoon een keer anders doen. We gaan lekker met Bulbasaur beginnen. Let's go. We gaan voor Bulbasaur. Let's go. We gaan, het is nieuw 2024, we zijn wat ouder, we gaan het even allemaal anders doen. Hoe ga ik je noemen? Ja, we noemen jou gewoon Bulba. Let's go. Nou, gaat hij zijn Pokémon kiezen, natuurlijk kiest hij een Charizard. Oh, we moeten tegen Charizard aan vechten later, hè? Dat is wel pittig. Maar maakt niet uit, we hadden gewend allemaal tegen een Venusaur te moeten vechten, dus... Ja. Let's go dan. Rival Gary liked the battle. Met zijn Charmander. Deze fight wil je altijd winnen. Dat er altijd zeg maar twee dingen zijn. Ja, hij gaat echt uitleggen hoe je moet battelen en zo. Dat ga ik jullie niet uitleggen, toch? Dat weten jullie zelf ook wel hoe het moet. Verdorie. Oké, eens kijken. Hopelijk gaat deze dude gewoon die 50-50 die growl doen. Oh, kom op. Ja, hé, kom op, man! Doe eens niet! Hé! Hey! Hey, kom op. Gelukkig, ik ben toch iets sneller. Lekker baba. Kijk hier, level 6. Je bent in één keer het level hoger. Als je dat niet doet, als je dat niet hebt, dan ben je altijd echt een sjaak. Dan begin je gewoon met een 1-0 achterstand. Trouwens, voor de view, hoe het eruit ziet met inderdaad het rode, mijn cameraatje hier en daar dus de game. Ik kan ook kijken later of ik het mooier kan maken, maar laten we eerst gewoon een papiersel doen. Überhaupt, of ik dus deze serie
helemaal goed ga afmaken. En dat mensen het ervan vinden. Dus laat even weten of je wil dat ik het anders doe. Want ik zie dat vooral mensen nu gewoon fullscreen hun game doen. Pokémon. En dan niet meer die overlay hebben. Die badges zo eronder. Dat hebben ze allemaal niet meer. Dat is allemaal weg. En dat is allemaal gone. Hoppakee. Gaan we weer op de 1 op. En dan zie je weer van die Pidgeys. En Rattata. Oh, Rattata's. Oeh. Wil ik een keer een vette Kate? Is best wel een... What the fuck, hey. Dus niet? Ik kan het zeggen. Hoppakee. Dat gaan we niet doen, hè? Nee, maar dingen zijn ook voor mij, hè? Dus alles is een beetje veranderd in mijn leven. Ik vond het wel leuk dat ik binnenkort dus, hè? Binnenkort als ik nu weer op YouTube terug ben, video's maken. Dus eigenlijk, dit is mijn eerste echte video. Gewoon überhaupt dat ik dus een, zeg maar, gameplay opneem. En ook weer in mijn eentje. Want er komen ook weer series aan op mijn kanaal. Samen met bijvoorbeeld andere jongens van Tixa. Waar we bijvoorbeeld weer Minecraft games oppakken. Zoals Wie is de Mol? Maar ook Minecraft Murder. Dat soort game modes dat ik vroeger speelde. Opgejaagd. Dat soort game modes weer teruggekomen op mijn kanaal. Dit is mijn eerste solo-serie en dat wil ik ook eigenlijk een beetje zo houden. Dat ik gewoon een beetje kan kletsen met jullie van, hey joh, what is going on? En van die thema's bespreken gewoon. Dus dat vind ik wel leuk. Dus laat me gewoon echt laat graag weten van, joh, wat vind je ervan? Of als jullie vragen me hebben in de chat, zou ik altijd leuk vinden in de chat. In de comments, dat jullie vragen hebben van, hey deel, waarom heb je dit gedaan of dat gedaan? Of dat zou ik leuk vinden, kan ik er gewoon eerlijk antwoord op geven. Ik bedoel, ik hoef ook geen grote YouTuber meer te worden. Dus ik kan ook gewoon overal eerlijk antwoord op geven. Nou, dat weet ik altijd al, maar nu kan ik nu gewoon eerlijk zijn. Van joh, dit is hoe het een beetje zit achter de schermen bij YouTubers en dingen. Dat vind ik wel leuk. Dus zeker doen. Stuur me gewoon lekker een... Is dat Pokémon Center, hè? Stuur me lekker een berichtje. En dan kan ik kijken of ik daar een leuke antwoord op kan geven. Dat zou wel chill zijn. Als ik trouwens dit doe, op spatie druk, dan gaat de tijd heel veel sneller. Dus... Dan gaat de game veel sneller dan normaal gesproken. Dus dan weten jullie dat ook. Af en toe ga ik het ook doen. Want dan, anders wordt de game af en toe zo slow en traag. Vroeger deed ik het expres niet. Want dan, hè, zo niet leuk voor de gameplay. En YouTube is belangrijk. En nu is het gewoon, ik ga lekker spelen. En het is leuk dat jullie meekijken. Zoals vroeger. Dus vandaar. Nee, maar ik wil het ook zeggen. Hè, mijn leven is een stuk anders. Ondertussen ben ik een stuk ouder ook. Hè. Ik ben ondertussen al 31 jaar. Een stuk ouder dan... Dan toen ik hier begon natuurlijk met YouTuben. En ja, zoals veel mensen ook zeggen, ik ben kaal. ik krijg echt berichten, jongen. Ik echt denk, hebben jullie nog nooit kale mensen gezien of zo? Is je vader niet kaal? Weet ik veel. Iedereen zegt, waarom ben je kaal? Nou, ik raakte mijn haar kwijt. Dus heb ik mijn haar afgeschoren, want ik werd kaal. Dus, en het is lelijk als je van die, zo'n grote kale plek hier hebt. Op je achterhoofd een grote kale plek. Dat is gewoon niet mooi. Dus ik dacht, nou, dan ga ik gewoon helemaal kaal. Dat is de reden waarom ik dus... kaal ben. Maar echt iedereen, ben je ziek? Nee. Het is gewoon een keuze dat ik niet wil dat ik van die lelijke kale plekken heb. Dus ik ben gewoon kaal. ik denk echt af en toe die dingen lees. Ik denk, joh, hebben jullie echt nog nooit iemand kaal gezien of zo? What the fuck is going on? Heel gek. Maar goed, iedereen ieder zijn ding natuurlijk. Nee, maar bij mij is dus alles anders in mijn leven. Ik werk nu fulltime op kantoor. Ik ben dus HR-adviseur. Dus ik geef HR-advies na mijn studie die ik afgemaakt heb. Ik heb hier daarover gedaan, hè? Zo'n hbo-studie. En dat is echt top geweest. De beste beslissing ooit om te stoppen met YouTuben. Want ik merkte gewoon echt, en ik moet eerlijk zijn, YouTube was gewoon niet meer wat het was. Het was echt, op een gegeven moment, ik was met die Minecraft shit, waren we bezig. En ik had natuurlijk de DDG-server, Mindtopia. En dat was hartstikke leuk, goede tijden, Kingdom heel veel gespeeld. En dat was echt geweldig. Maar op een gegeven moment toen werden de views minder. En minder de views betekent natuurlijk ook minder inkomsten. En wat er dan... gebeurde, en wat je nu ook eigenlijk ziet, dat je dan moet leven van reclamespotjes, toch? Toch wel deals die je maakt met bedrijven. En ik was daar nog niet voor gemaakt. Ik merkte gewoon mezelf ook al, ik was niet gemaakt om mezelf te verkopen aan een bedrijf. Ik was zo'n energy drank company die toen wilde ook doen een promotie, hè? En die vroegen dus ook, nou goed, wil je het voor ons doen? Moet je energy drink promoten? Ik zei, ja, ik ga niet, sorry, mijn kijkers... ondervinden of de dood gooien met energy drink, want dat is gewoon niet oké. Want dat vond ik niet oké. Dus ik merkte heel snel mezelf, nou, ik ben gewoon niet gemaakt voor dit vak. En kinderen entertainen elke dag. Terwijl ik gezien heb, bijvoorbeeld Fortnite kwam op. En ik vond Fortnite op zich wel leuk om te spelen. Maar verplicht Fortnite'en, dat vond ik maar niks. Ik ga even de touwmap ophalen. Want Gary zegt, het mag niet. Maar Daisy, zijn zus, die geeft lekker wel aan me. Want je weet, ik fix die chick. Hoppakee. Ja, maar ik werk gewoon dus heel snel van, joh, ik vind het helemaal niks. Het is echt dat reclame maken en promoties doen, het past niet bij me. Dus als er bijvoorbeeld een promotie nu zou komen op mijn kanaal ooit, als dat ooit gebeurt, is het iets waar ik wel achter sta en niet omdat ik gewoon maar geld voor krijg. Ik deed vroeger wel een keertje nog van die servers, bijvoorbeeld zo'n prison server die dan geld gaf. Volgens mij kreeg ik toen $200 voor één video. Nou,
prima. Dat vond ik nog wel te doen. Ik speelde gewoon Minecraft. Ik vond Prison zelf helemaal niks. Dat zei ik ook in die video's van ja. Oeh, wil ik een Pidgey hebben? En een Pidget. Het is wel iets wat mensen vaak hebben, Pidgey. Ja, ik ga wel eentje vangen. Ik wil een Pidgey hebben. Kom maar op, ga de balletje in. Maar dat deed ik toen ook. Ging ik van die servers die video's maakte. Dat ik Prison eigenlijk helemaal niks vond. Maar goed, dat is toch wel hè, onschuldig, vind ik dan. Maar de deals en hè, promoties die andere mensen wel eens maken. Dat je echt denkt, nou. Dat is wel. Hoe ga ik hem noemen? Hoe ga ik hem noemen? Foggy. Foggy. Een vogel. Vogelachtig. Foggy. Nou, zoiets. Oké, prima. We hebben een Pidgey level 3. Die moet ik ook weer gaan trainen. Yay! Altijd gezeik. Ik ga eerst even proberen weg te komen. En nu naar de Pokémon Center voor ik dood ga. Dat wil ik dus niet. Hatsa. Mooi. Nee, maar sommige van die promoties echt van YouTubers zag. Die waren echt shady as hell, jongen. Ook van die promoties bijvoorbeeld dan voor PlayStation 5. Weet je, de PS5 die uitkwam. Dat kan pre-orderen. Dat soort shit. Terwijl het helemaal niet uit is nog en zo. Dat soort shit. Dat ik echt denk... Ja, dat moest ik dan ook doen als ik YouTuber wilde worden. En YouTuber wilde blijven. En dat weigerde ik gewoon te doen. Ik vond dat zo... Ja, niet oké. Dus dat ik dacht van... Nou, dat ga ik dus niet doen. Nou, zodoende. Niet gedaan. Gestopt. En nu is gewoon kantoorwerk. Oké, we gaan even dit even skippen. Want dan gaat hij aan uitleggen hoe je Pokémon kan vangen. Nou, heb ik net gedaan. Oude boef. Je ziet toch dat ik gewoon twee Pokémon heb. Wat is hier? Oh ja, hier is die... Giovanni. Is daar al. Hatsa. Ja, neem me nu gewoon lekker op kantoor en ik doe dit gewoon van mijn plezier, hè. Dus ik hoef ook geen gigantische YouTuber te worden. En de views maken me niet zoveel uit. Ik vind het gewoon leuk om te doen, weer een project op te pakken. Zoals die Minecraft projecten natuurlijk ook, weer de Kingdom wat eraan komt. Het zijn gewoon leuke dingen. Ik doe het nu echt wel weer voor mijn plezier in plaats van voor geld. En dat ik merkte toen ik dus echt alles voor geld moest gaan doen, want het was mijn werk, hè, op een gegeven moment. YouTuber is niet een hobby of zo, op een gegeven moment. Het is gewoon werk. Oké, kom op. One potion, yeah. Ja, nice. Dat werd gewoon mijn werk. En op het moment dat het ietsje werk wordt, dan moet je ook gewoon serieus oppakken. En dat wilde ik dus gewoon niet. Ik merkte gewoon mezelf, ja, ik was er gewoon niet voor gemaakt. Dus zodoende, klaar met YouTuben. En alle mensen om me heen werden ook een beetje nep. Weet je, iedereen probeerde maar met elkaar mee te doen en op elkaar schouders te gaan staan om te groeien. Ik was daar gewoon niet helemaal in thuis. Oh jongens, dit wordt een... Oeh. Dit wordt echt een... Ik maal het natuurlijk met een Squirtle of met een hoger level met mijn Charmander, dit is Amber. En dat heb ik dus nu niet. Nu wordt het allemaal een beetje pittiger met die Bulbasaur. Dat is echt... Ik speel nooit met een Bulbasaur. Ik vraag me echt af. Heb ik ooit een keer een Let's Play gedaan met een Bulbasaur in deze game? Nee. We moeten even kijken, want we moeten verschillende soorten Pokémon hebben. Gras-Pokémon heb ik ze nu, dus wel handig. Tegen water. Maar ja, goed. Tegen water... Aan het einde heb je dus natuurlijk wel die Ice Gym. Daar kan glas wel handig tegen zijn. Niet per se. Ghost. Moet kijken hoor. Ik moet een Psychic Pokémon hebben. Misschien wil ik een Butterfree hebben als Psychic Pokémon. Heb ik hem al nooit. Ja, en als Water Pokémon wil ik misschien gaan voor een Starmie. Ja, een Fire Pokémon. Dan wil ik misschien voor een Rapidash gaan of zo. Of een Magmar. Magmar zou wel cool zijn. Maar ik weet niet waar... Goh, je hebt lang gespeeld. Want ik weet niet waar ik een Magmar kan vangen. Kijk, ik kan ook voor een water Pokémon gaan. Voor... Natuurlijk de sterkste van de sterkste. Natuurlijk, hoe heet die? Gyarados. Maar ja, iedereen heeft altijd een Gyarados. Dat is echt wel standaard Pokémon om te hebben. Oké, ik heb wel... Mijn Pokémon is wel low. Dat is wel vervelend. Dus wat ik even ga doen... Ik ga eventjes... Mijn Foggy naar voren doen. En dan ga ik even met mijn Foggy kijken of ik kan trainen een beetje. Een Pikachu... Holy moly, wil ik een Pikachu? Ik kan ook een Raichu meenemen voor Electric type. Ja, ik heb ook nooit een Raichu, dus ik ga kijken of het gaat lukken. Ja, hallo, Thunder Shock die me. Want, ja. Ojo. What the fuck, jongen. Oké, Growl, kom op. Eén tikkeltje of zo, misschien twee. Hij is paralyzed. Hey, kom op, jongen. Ik wil die Pikachu hebben. Ja, het is wel leuk. Ik had eerst over nagedacht. Ik was helemaal vergeten dat Pikachu hier te vangen is. Ja, goed zacht. Die Growls, die maakt het alleen maar nog erger. Dat hij nog minder damage gaat doen, zie je? Maar op zich, oké. Want misschien kan ik hem nu al in de bal gooien. Kom op. Heb ik een Pikachu? Heb ik een... Op mijn eind in een Pikachu heb ik dan. En een...
Venusaur. Nou, dat je hoort natuurlijk, hè. Hoppa, let's go. We hebben een Pikachu. Altijd handig. Oeh, hoe gaan we hem noemen? Ja, iedereen noemt wel een Sparky, hè. Iedereen, het is echt zo'n standaard naam. Ik ga hem een andere naam geven. Bart. Ik noem gewoon Bart. Waarom? Weet ik niet. Barty. Barty Crouch. Barty. Oké. Okay. Nou, interessant. Want ik wilde eigenlijk mijn vogel gaan levelen. Oh, kut. Ik ga dit even skippen. I can't escape. Hey, yo. Hey, yo. Het wordt nog spannend ook uiteindelijk deze fight misschien. Ja, ja. Tackelen. Hop. Oh, die strings wat de hele tijd. Hop. Hoppa. Ik moet eruit. En dan ga ik terug naar beneden. Naar de Pokémon Center. Normaal ben ik veel sneller bij deze episode. Als ik op het eerste kwartiertje was, ik al bij Brock. Als ik al bezig ben, bijna met Brock verslaan, man. Hoppakee. Ik ga trouwens natuurlijk wel, zoals altijd, ook offline mijn Pokémon trainen. Anders moet ik heel te gaan aan jullie laten zien hoe mijn Pokémon train in de serie. Nou, daar word je als kijker natuurlijk ook niet heel vrolijk van. Ik ga even snel terug ook. Hop. Joh. Jezus, het gaat wel heel snel, hè? Zo. Brrr. Maar dan ga ik offline gewoon mijn Pokémon trainen. Anders duurt het allemaal veel te lang voor jullie ook. En dat is niet leuk om te kijken natuurlijk naar dat soort fratsen. Dus dat gaan we ook dan zeker niet doen. Hoppakee. Oké, we hebben dus een Pikachu. Dan wordt dus een Raichu. Dan hebben we... Het wordt een Pidgeot. Een Pidgeot. Maar ik weet niet of ik die wil gebruiken in mijn eindfight. Want er is geen enkele Pokémon... Maar of echt team bij die eindgame... Ja, ja... Wie slecht tegen Fly kan. Dus ik heb niet zoveel aan die Pidgeot op het einde, weet je. Dus daar moet ik even goed over nadenken wat ik nog meer wil. Een Starmie, een Fire Pokémon. Ja, een Magmar of Rapidash. Zoiets. Wat is nog meer een coole Fire Pokémon? Ja, Ninetales. Maar ik vind Ninetales een beetje... Weet niet. Nooit een coole Pokémon gevonden. Sinds wanneer kom je zoveel Pikachu's tegen, man? Oh, ja hoor. Waarom... Kappen met die Can't Escape. Fuck, ik wil dat je trainen. Maar ja, laat maar. Ik ga Bulbasaur wel van aanzetten. Anders zit ik hier nog 2 dagen vast. En in het bos. Oké, antidote tegen die poison. Ik weet echt toen ik jong was, de eerste keer in dit bos was, joh. En ik ging die poison voor de eerste keer. Ik zat er helemaal niks van. Pokémon één keer dood. Piepen, jongen. Oh. Maar goed. Ja, maar wat voor Pokémon nou nog meer nemen? Ik ben echt aan het twijfelen, joh. Een Butterfree had ik, hè, als Psychic Pokémon. Ik heb gewoon mijn team al bijna rond in de eerste... Hey, come on, Bulba. Come on. Nog één. Stingshot. Oké, okay, prima. Stoppen. Yeah! Oké, okay, een Butterfree. Voor Psychic moves. En Poison moves. In plaats van een Kadabra dat iedereen neemt, hè. Dan... Ja... Ja, ik weet nog niet. Ik weet. Welke fire type? Ik twijfel tussen Magmar en Rapidash. Yeah. Hoe gaan we Caterpie noemen? Butterfree. Gewoon. Free. Free. Wat een kut nou heb ik bedacht, joh, van mijn Pokémon. Sorry jongens, ik ben er niet meer zo goed in, oké. Ja, niet dat ik vroeger altijd goed in was. Oké, Butterfree. Leuk voor je. Got away safely, wegwezen. Oké, moet deze dude even verslaan. Nou ja. Oh, kut. Oké, niks aan de hand. Want ik kan gewoon wegkomen. Deze hoef verslaan en zijn we er. Oké, een Butterfree. Ja, ik heb fire type. Dan moet nog een Starmie ding voor water type. Dan ben ik al bijna, denk ik. Of als je nog leuke tips hebt voor Pokémon die ik moet vangen, dan zou ik dat zeker doen. En gewoon een beetje Pokémon die je niet zo snel neemt. Hè. Dus zoals Snorlax is natuurlijk echt een van de sterkste Pokémon in de game. En iedereen heeft dat de Snorlax. Misschien even geen... Dan wil ik dus bijvoorbeeld even geen Snorlax nemen. Want dat is gewoon te standaard, weet je. Op die manier. En Legendary Pokémon, die neem ik sowieso niet. Zo Articuno, Zapdos. Dat soort Pokémon neem ik bijna nooit mee in mijn Pokémon teams. Want dat vind ik gewoon een beetje te... Ja, het is gewoon cheaten. Ik bedoel, Zapdos is gewoon... Het zal ook 20 keer sterker zijn dan een Raichu op het einde. Dat is wel handiger, maar wel minder leuk. Ik kap met die stringshots. Kom op. Maak me hier gewoon killen, Weedle. Voordat je een Butterfree of een Beedrill wordt. Echt, ik ben helemaal geen Kakuna geworden. Come on. Boom. Tackle die handel. Hats of flats. In de pocket. Wie ben jij? Hui. Doei, Sammy. Dat was gezellig. Haha. Nice. Dan we zijn alweer langs. Volgens mij gaan we nog 1 Pokémon tegenkomen. Maar op. Oh, niet eens. Cool. Dan ga ik hier zo meteen naar boven toe.
Laat me even weten wat je in deze serie vindt. Of je er zin hebt überhaupt. Welke Pokémon ik moet vangen. Dus geef me gewoon een paar tips van... joh, vang deze Pokémon. Van deze Pokémon zou ik grappig vinden. Of noem je Pokémon ook zo. Geef deze Pokémon deze naam. Dat zou ik wel leuk vinden. Laat het gewoon even achter in de comments. Want ik weet nog steeds niet wat voor team ik wil maken. Ik heb nu bijvoorbeeld een Pikachu gevangen. Maar ik kan ook later kiezen toch voor een Electrode te nemen. Mij maakt niet zoveel uit. Ik wil gewoon een keer een Pokémon team hebben wat ik niet altijd heb. Gewoon echt een Pokémon die ik nooit echt meeneem. Want ik heb altijd een beetje dezelfde. Weet je, Vaporeon is ook al zo'n sterke Pokémon die je altijd hebt. Dus misschien heb ik een Flareon eigenlijk. Dat was zo'n goed idee. Nou, zie ik dat wel. Alright, lieve mensen. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik zie jullie graag in de volgende. Laat me inderdaad weten wat je ervan vindt. Of je zin hebt in deze serie te volgen. En wellicht volgende Pokémon games die ik daarna ga spelen. Laat lekker wat berichten achter. Ik zie je graag in de volgende video. Die misschien morgen of overmorgen zo weer online komt van Pokémon. Dankjewel voor het kijken. Later dan was het ziens. En natuurlijk, peace.